Gelderse veerpontjes dreigen te verdwijnen. Criminaliteitscijfers Nijmegen schieten omhoog en hertenkampen moeten verdwijnen. Veerponten zijn niet meer weg te denken uit het Gelderse landschap. Toch is de kans groot dat deze wel zullen verdwijnen. Het Gelders Vierenfonds vulde via subsidies de exploitatiekosten aan van de ponten. Als dat stopt, moeten de prijzen omhoog en gaan sommige veren kopje onder. Vooral voor scholieren zou het verdwijnen van deze verbindingen erg vervelend zijn. Het Gelderse Verenfonds werd eind jaren 90 geboren toen het Rijk de verantwoordelijkheid neerlegde bij de provincies. Veren met een tekort op de begroting worden onder bepaalde voorwaarden ondersteund. Nu heeft de provincie besloten in prioriteitsstellingen dat veren niet langer de prioriteit hebben. Dus ze vullen dat potje niet meer aan. En aan het eind van dit jaar is het Verenfonds leeg. Wij, en dat is niet alleen het Rielse Veer, maar dat zijn alle veren in Gelderland. En dat is ook een landelijke coalitie van allerlei partijen, waaronder de Fietsersbond en de Vereniging Vrienden van de Veerponten en de ANWB. Wij zeggen dat is eigenlijk niet zo logisch. Want je moet eigenlijk veerponten, zeker in een rivierrijke provincie als Gelderland, die moet je zien als varende bruggen. En het veer waar jullie nu zijn, het Rielse Veer, dat is 5 dagen in de week ook een varend schoolplein. En die scholieren moeten heel veel omrijden als dat veerpontje er niet meer is. Nou zal het niet gelijk verdwijnen, maar die bijdrage van de provincie is voor de veerponten waar dat voor van belang is, ja, die is heel noodzakelijk. De Drielse Veerdienst vormt de verbindende schakel in tal van veelgebruikte fietsroutes. Scholieren zouden kilometers moeten omfietsen als deze voorziening wegvalt. Ik ben al 2 jaar mee aan het varen. En anders moet ik echt best wel ver omfietsen. En het is echt gewoon een tussendoortje. Verschillende partijen, waaronder de Veerpontencoalitie van de ANWB, de Fietsersbond en de Vereniging Vrienden van Veerponten, hebben de handen ineengeslagen en zijn een petitie begonnen. Met de actie Ik Veer op Jou hebben ze inmiddels een kleine 15.000 handtekeningen verzameld. Daarnaast blijven ze deze ontwikkeling en hun constateringen actief onder de aandacht brengen. Ja, bij heel veel handtekeningen en aanstaande vrijdagmiddag in Opheusden in het Veerhuis organiseren we een groot Gelders verkiezingsdebat, het Verendebat. En daar komen 10 provinciale politici en die komen ons uitleggen hoe zij vinden dat namens na de provinciale statenverkiezingen, die zijn op 15 maart, de provincie de veren moet blijven ondersteunen. En daar verwachten we veel van. Scholieren zien er ook nog een ander voordeel in. Stel je voor, ik kom wel gewoon op tijd aan als ik naar school wil gaan. En het pontje vaart dan net weg. Ja, dan kom ik daardoor dus te laat. Dus het is een goede reden om dan te laat te komen. Als het pontje wegvalt, dan heb je een excuus minder. Dan heb ik een excuus minder. Maar ik ben een hele goede leerling. Dus ik ben wel gewoon heel vaak op tijd. Jaarlijks stuurt het Nijmeegs College van Burgemeester en Wethouders een jaaroverzicht van het aantal geregistreerde misdrijven en incidenten aan de gemeenteraad. Na de jaren waarin beperkingen vanwege het coronavirus golden, is in 2022 het normale leven grotendeels hervat. Donderdag spraken de burgemeester en de politie in het stadhuis over de effecten die dit had op de criminaliteitscijfers in Nijmegen. Ja, het laat een gemengd beeld zien. Je merkt heel duidelijk dat corona voorbij is. Dus je ziet dat mensen meer erop uitgaan, waardoor geweldsmisdrijven buiten. Het drank- en drugsgebruik, omdat we meer op pad zijn, toch wel gestegen is. Aan de andere kant, een heleboel overlastmeldingen die behoorlijk hoog waren tijdens het coronatijdperk, die zijn alweer aan het dalen. Je merkt echt dat we bij wijze van spreken weer de draad hebben opgepakt uit 2019. En de opgave is natuurlijk om te zorgen dat niet een permanente stijging gaat worden. Nou, wat we in ieder geval altijd doen als de cijfers bekend zijn, maar doen we eigenlijk het hele jaar door, is dat we proberen te ontdekken of er ergens trends te zien zijn waar we ons zorgen over moeten maken. We zien ook dat het jaar 2019 voor ons een belangrijk en interessant jaar is, omdat het jaar is dat corona nog niet in Nederland was. Je ziet vooral dat de cijfers met betrekking tot personen met verward gedrag wat gestegen zijn. De drank- en drugsoverlast, met name in de horeca, stijgt. Nou, dat zijn zaken die houden ons bezig. Criminaliteit kan van alles zijn, maar wat viel de burgemeester nou eigenlijk het meeste op aan het rijtje met cijfers?
Dat bijvoorbeeld bij personen met verward gedrag dat het aantal overlastmeldingen had echt gestegen is en ook veel hoger is zelfs dan voor corona. Dat is echt een hele opvallende. Die zien we landelijk, daar is Nijmegen niet uniek in. Maar die valt me echt op, ook omdat we daar niet echt een hele sluitende verklaring voor hebben waarom dat dan nu opeens zo weer gestegen is, nadat het een tijdje aan het dalen was. Nou, de belangrijke opgave is dat we zorgen dat die mensen hulp krijgen en die horen dus eigenlijk niet door de politie opgepakt of benaderd te worden. Het kost de politie niet alleen veel werk, maar de mensen waar het om gaat, die worden daarmee niet geholpen. Dat zijn geen criminelen, dat zijn mensen die gewoon zorg hebben omdat ze psychiatrisch een probleem hebben. Dus daar zit ook je belangrijkste oplossing. In 2023 wil de politie op de volgende manier omgaan met criminaliteit. Nou, als het gaat om waar willen we eigenlijk meer op inzetten, dan is een van onze prioriteiten is gaat om digitale criminaliteit. En we willen eigenlijk inzetten op preventie en op repressie. Preventie is gaat het vooral om het weerbaar maken van de samenleving, weerbaar maken van de mensen in Nijmegen. Hoe je kan voorkomen dat je slachtoffer wordt van bijvoorbeeld bankdeskfraude of marktplaatsfraude. En repressie gaat er voor ons over dat we eigenlijk de pakkans van dit delict willen vergroten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft recent een nieuwe lijst gepubliceerd met dieren die vanaf 1 januari 2024 gehouden mogen worden als huis- en hobbydieren. Dam- en edelherten staan daar niet meer op. Wetenschappers geven bij het ministerie aan dat herten eigenlijk niet gehouden kunnen worden op afgehekte kleine lappen grond. Ook zou het best complex zijn om deze gezond te houden en worden er veiligheidsrisico's gezien. Wie al een dier heeft dat niet op de lijst staat, mag deze houden tot het overlijdt. Leon van Summeren, beheerder van het hertenkamp in Batenburg, is boos en hevig verontwaardigd. Dit betekent natuurlijk ook het nodige voor de hertenkamp in Batenburg. Wat zou dat op het uiteinde betekenen? Dat het, dat er toch wel een hele hoop emotie door ontstaat. Want ja, wie bepaalt nou één iemand waar wel of niet mag? Een reden om geen hertenparken meer te hebben is dat de gezondheid van de dieren complex zou zijn. De herten worden op het kamp geboren en er wordt van jongs af aan geleerd om uit de handen te eten. Daarbij krijgen ze naast het gras ook brokjes met de juiste vitamines erin. Het is helemaal niet complex om ze gezond te houden, volgens de beheerders. Gewoon op de natuurlijke manier. We doen ze het enige wat er aan medicijnen bij komt kijken is dat ze opwarmd worden. In deze tijd krijgen ze hooi erbij en bij sneeuw of ijskoude temperaturen kunnen ze de stal in- en uitlopen. Als in het wild dadelijk een keer 20 graden gaat vriezen en er liggen een halve meter sneeuw, dan kunnen die beestjes het wild niet eten. Al hebben ze 100 hectare om overheen te lopen. Gevaar voor de mensen is er in principe niet. Alleen in de bronsttijd is er kans op dat de hertenbok bokkig is en wat onvoorspelbaar. Dan laten de beheerders van het park uit voorzorg niemand anders dan alleen zijnzelf in de wei. Als inderdaad zo'n hertenbok gevaar zou zijn, zeg maar voor de mens in die tijd, die herten lopen ook in het bos. En als de mensen dan in het bos aan het lopen zijn, en ze komen dan toevallig in die periode in het bos. In principe hebben ze op de hertenkamp een bok en 4 dames herten lopen. En er is voldoende ruimte voor ze om lekker te hollen en achter elkaar aan te zitten. De 4 bokjes die er nu bij lopen worden binnenkort uitgewisseld naar andere hertenkampen. De hertjes in Batenburg groeien op met heel veel liefde. Ik denk niet dat je zomaar zou laten gaan. Niet 1, 2, 3 en niet omdat één man dat maar even zegt. Ik denk dat er nog wel heel veel opstand komt en dat Nederland eens een keer moet zeggen van ik denk dat het kabinet pas weg moet. Eerste inschrijfronde voor Vierdaagse geopend. Nijmeegse binnenstad urenlang zonder stroom en papierfabriek wint Parel Award. Kijk mee naar de week van dag tot dag. De eerste inschrijfperiode voor de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is maandagochtend geopend. Op de eerste dag hebben al ruim 12.500 wandelaars zich aangemeld. Tot vrijdag 10 februari kan iedereen zich inschrijven die de wandelmars al eerder heeft uitgelopen of die geboren is tussen 2005 en 2011. Anderen kunnen zich vanaf 13 februari tijdens de tweede inschrijfperiode aanmelden. Een deel van het centrum van Nijmegen zat vanaf dinsdag een paar dagen zonder stroom. De stroomonderbrekingen zijn nodig om de capaciteit van het stroomnetwerk te kunnen uitbreiden. Iets wat in de toekomst op meer plekken in Gelderland zou moeten gebeuren. In Nijmegen ging de stroom er dinsdagochtend voor het eerst vanaf. Winkeliers waren er op voorhand al niet blij mee.
omdat ze zelf moeten opdraaien voor de eventuele kosten voor noodstroom of uitval. De Nijmeegse Eki Papierfabriek heeft woensdagochtend een Parel Award ontvangen. De award is een initiatief van de Economic Boards en wordt 2 keer per jaar aan bedrijven uitgereikt die goed op weg zijn als het gaat om verduurzaming, circulariteit en het aansturen van medewerkers. De Eki is niet meer alleen een papierfabriek, maar wordt binnenkort ook een evenementenlocatie. Na de officiële uitreiking werd er alvast flink geoefend met licht en geluid. De beroemde DJ Brennan Hart zorgde voor de muziek. Met een dekentje op de bank, sloffen en extra kleren. En vaak nog een elektrische kachel erbij, omdat het anders niet warm te krijgen is. Bewoners van de Nijmeegse flat Vijverhorst klagen bij woningverhuurder Portaal dat hun woning alsmaar koud blijft. Sommige kinderen kruipen zelfs bij hun ouders in bed, omdat het in hun eigen kamer niet uit te houden is. En Plurijn verkeert in grote financiële nood. De aanbieder van jeugd- en gehandicaptenzorg, onder meer actief in Groesbeek en Nijmegen, die landelijk ongeveer 6000 mensen helpt, gaat gebouwen verkopen en reorganiseren. En verder heeft het de gemeente om meer geld gevraagd. Toezichthouder Jeugdautoriteit noemt de financiële positie van de instelling zorgelijk. Bij Plurijn werken bijna 7500 professionals en 1000 vrijwilligers, die onder meer jongeren met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking helpen. Het aantal diagnoses van longkanker in Nijmegen ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Kankeratlas. Kunstmatige intelligentie zou de zorg in Nederland op dit gebied kunnen verbeteren. Met 16 miljoen euro start het Radboud UMC 4 nieuwe labs, waar ze zich onder andere bezig gaan houden met het ontwikkelen van nieuwe slimme apparatuur en software. Integraal Kankercentrum Nederland lanceerde eerder deze maand de interactieve Kankeratlas, waarop te zien is waar in Nederland bepaalde kanker voorkomt. Uit de data blijkt dat longkanker tot de 3 soorten behoort die het meest worden gediagnosticeerd. In het Artificial Intelligence Lab van het Radboud UMC wordt er gewerkt aan CT-scans die deze vorm vroegtijdig kunnen opsporen middels kunstmatige intelligentie. Dus wat we met AI-technologie proberen te doen, is computers proberen te leren, net zoals radiologen, om afwijkingen in dit soort scans te herkennen. En om computers dat te leren, doen we dat hetzelfde als wij mensen leren. We bieden het veel voorbeelden aan, waarbij we zeggen dat is een afwijking en dat is geen afwijking. En daardoor leren we dit soort computersystemen om automatisch afwijkingen in scans te vinden. Net zoals we tegenwoordig zelfrijdende auto's leren om auto te rijden. Je ziet hier een doorsnede van de borstkas. Deze afwijking is een erg kleine afwijking in de longen. We kunnen hem ook automatisch meten met de software. En dit is een afwijking van 6 mm. Dus je kunt je voorstellen hoe klein dit soort afwijkingen zijn die we al op dit soort scans kunnen vinden. En wat we uiteindelijk willen bereiken is dat we zien dat dit soort technologie steeds beter wordt. Dat we uiteindelijk kunnen uitsluiten dat mensen een longkanker hebben op basis van de CT-scan. Maar dat we een groot deel van de scans die normaal zijn automatisch kunnen uitsluiten. Met in totaal 16 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Bedrijven is het ziekenhuis deze maand met 4 labs gestart die onder het Robuust project vallen. Ja, het Robuust is een nieuw groot AI-programma waarin overheidsinstellingen, kenniscentra en bedrijven samen gaan werken om betrouwbare AI-technologie voor Nederland te ontwikkelen. Bij het Radboud UMC starten 4 nieuwe AI-labs, 2 bij de afdeling radiologie, 2, eentje bij de afdeling cardiologie en eentje bij de afdeling neurologie. Het Radboud UMC is internationaal gezien een leidend centrum op het gebied van AI-onderzoek in de zorg. Het is ook een van de strategische thema's van het Radboud UMC. En door middel van dit Robuust programma krijgt ons onderzoek een mooie stimulans om in de komende 10 jaar nog verder te gaan ontwikkelen en echt impact op onze gezondheidszorg te gaan krijgen. In totaal omvat het project 17 nieuwe labs met een budget van 87 miljoen euro. Dit lab, dat is gericht op analysering van longkankerscans, is van belang gezien de verwachte toename van het aantal kankerdiagnoses de komende 10 jaar. Daarnaast wil Nederland in de toekomst starten met bevolkingsonderzoek voor longkanker. Wel of geen boetes uitdelen bij het te laat inleveren van je boek? Er zijn verschillende meningen over in de Nederlandse bibliotheken, zo ook in onze regio. De ene bibliotheek deelt nog boetes uit en de andere niet. Maar wat is nu eigenlijk de beste manier? Bibliotheek Rivierenland in Druten deelt als een van de eerste Nederlandse bibliotheken geen boetes meer uit.
En daar hadden ze een aantal redenen voor. Nou, omdat we er eigenlijk tegenaan liepen dat het heffen van boetes en het daarin streng zijn nogal een negatief sentiment opriep bij onze leden. En het riep ook een barrière op bij met name ouders met jonge kinderen die wanneer hun kinderen hun boekjes nog niet uit hadden, dan regelmatig tegen die kinderen zeiden, nou dan laat deze keer maar even, dan doen we deze keer even geen boeken lenen. En dat staat eigenlijk haaks op wat we natuurlijk willen bereiken, want we willen zoveel mogelijk mensen aan het lezen houden. Andere bibliotheken in onze regio, die vallen onder Gelderland-Zuid, delen nog wel boetes uit. Wij hebben hier onderzoek gedaan in ons eigen werkgebied en uit dat onderzoek blijkt eigenlijk dat het weliswaar een kleine irritatie kan zijn voor mensen soms als ze een boete krijgen vanwege ze te laat inleveren, maar dat we daarmee niet het ledenbestand in de weg zitten, zeg maar. Dus het is niet een reden voor mensen om of het abonnement op te zeggen geen lid te worden. Het uitdelen van boetes kan nadelen hebben, zo denkt gedragspsycholoog Kevin de Goede. Ik denk dat mensen over het algemeen wel geneigd zijn hun boeken op tijd in te leveren. Maar wat vaak het probleem is dat mensen het gewoon vergeten. Dat is de voornaamste reden dat mensen een boek niet inleveren. Of dat het een keer niet uitkomt om dat te doen. En wat een boete eigenlijk doet, is op het moment dat je het vergeten bent, dan is een boete gewoon balen. Daar doe je niet zoveel meer aan. Maar wat je dan wel hebt op dat moment, is je hebt de boete al gehad. Dus dan kun je dat boek net zo goed nog wel eventjes langer houden. Dus wat je vaak ziet, is dat een boete er dan voor zorgt dat mensen zo'n boek langer houden dan wat ze dat normaal zouden doen. Dus gewoon vergeten waren en eraan herinnerd worden om hem terug te brengen. Het anti-boetebeleid kan een nadeel zijn voor de inkomsten van bibliotheken. Maar bij Bibliotheek Rivierenland is dat niet het geval. Kijk, het is natuurlijk heel erg balen op het moment dat je een boete krijgt. Sommige mensen worden daar ook echt boos van en zeggen een abonnement op. En op het moment dat je geen boetes uitdeelt, maar gewoon mensen herinnert aan op tijd hun boek inleveren, ja, dan heb je minder boze leden die vertrekken. Met terugwerkende kracht kunnen we zeggen dat we zeker in het eerste jaar, omdat we toen met name wat aanpassingen hebben gedaan aan de abonnementsvorm en ook een best wel grote regionale campagne hebben gedraaid om nieuwe leden te werven, hebben we in het eerste jaar dat we dat deden ongeveer 30% aan nieuwe leden geworven, wat in getal ongeveer 15.000 nieuwe leden heeft betekend. Dus toen hebben we daarin eigenlijk gelijk het stukje omgedraaid. We zijn eigenlijk meer gaan verdienen door het invoeren van het boetebeleid. Of het afschaffen van het boetebeleid. Dus dat is bij ons eigenlijk andersom gebleken. Bij Rivierenland heeft het afschaffen dus goed uitgepakt. Maar Gelderland-Zuid houdt voorlopig voet bij stuk. Ik denk dat iedereen dat in zijn eigen lokale situatie moet bepalen. En ik heb ook wel gehoord in de media, met name gisteren, dat er bibliotheken zijn die ervan overtuigd zijn dat dit er wel voor zorgt dat meer mensen meer gebruik maken van de bibliotheek. Maar dat blijkt uit onze onderzoeken nog niet. Ja, en mocht het nou zo zijn dat je te laat bent met het inleveren van een bieboek bij een bibliotheek die geen boetes uitdeelt, krijg je in eerste instantie een paar mails met de vraag of het boek kan worden teruggebracht. Mocht het dan nog niet gebeuren zonder een goede reden, gebeurt het volgende. Dan sturen we een factuur ter vervanging van het boek. Dat wil eigenlijk zeggen dat je dan het boek van ons overneemt, zodat wij een vervangend boek kunnen kopen voor de rest van onze leden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je altijd terecht op ons YouTube-kanaal en volg ons ook even op Facebook, Instagram en Twitter. Maandagavond zijn we weer terug met een nieuwe uitzending. Graag tot dan. Fijn weekend.